Welkom bij weer een nieuwe Borg-video. Vandaag ga ik het hebben over boren van grote gaten met de pop-out. Het kan wel eens voorkomen dat je grote gaten moet boren voor bijvoorbeeld een buitenluchtrooster of een ventilatiebuis. Die kunnen dan wel een diameter hebben van bijvoorbeeld 150 of 160 mm. Dan kom je al snel uit bij gatzaag van 152, 162 of zelfs 170 mm groot. En nu je de gatzaag hebt gevonden die jij nodig hebt, komt het aan op het boren. En dat kan soms ook erg spannend zijn, want alle kracht van de 170 mm gatzaag komt aan op de centreerboor. Hierdoor is bij grote maten zoals deze een verhoogde kans op een onveilige situatie of het buigen van een centreerboor. Je kunt een aantal dingen doen om dit soort situaties te voorkomen. Als eerste kunt u gebruik maken van de verlengde pin en een centreerboor van 95 mm. Een blok, een kleinere gatzaag naast de gatzaag waarmee je het oorspronkelijk gat wilt boren. In dit geval maken we gebruik van een 51 mm gatzaag. Als eerste boren we een gat van dus 51 mm. Zodra het gat klaar is, verwijderen wij de 51 mm gatzaag en monteren wij de 170 mm gatzaag. Deze schuiven wij tegen het blok aan. De blok is een speciaal onderdeel die je in staat brengt om twee gatzagen te monteren op de pin XL. En zoals u misschien al verwacht, wij gaan dit in dit geval ook doen. We pakken dan hier ook weer de 51 mm gatzaag en monteren wij hem ook op de pin XL. En nu ben je in staat om gemakkelijk een gat te boren van 170 mm, omdat de 51 mm gatzaag nu de stress en de kracht opvangt. Dit wordt nu namelijk over een veel groter oppervlak verdeeld, waardoor het een veiligere situatie is en je gemakkelijk een groter gat kan boren met de pop-out. Zoals je hebt gezien is het gemakkelijk om met de pop-out een groter gat te boren met de juiste uitleg en hulpmiddelen. Bent u geïnteresseerd in de pop-out? Aarzel dan niet en bekijk onze website via de link in de beschrijving en u kunt ook altijd direct met ons contact opnemen via de website. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende.